pizza's worden er per jaar in de Verenigde Staten gegeten. Super random, maar maakt niet uit. Hoeveel zou jij er eten in Amerika? In een jaar? Ja. Oh ja, dat is wel goed. Nou, ik krijg niet eens één pizza in mijn eentje op. Dus dat ik mezelf. Ik ben zelf een babypizza, zo moet ik niet eens weten voor kinderen. Oh. Maar je speelt je bij krijgt. Dat wil ik ook niet weten. Ik zou echt niet zoveel pizza's eten hoor. Als je een man zou zijn, wie zou je dan willen zijn? Oh jeetje. Oh. Een man. Jeetje. Oh, dan zou ik voor Brad Pitt gaan. Dat is gewoon Angelina Jolie, zeg maar, je vrouw. Dat is best wel cool. Ben je samen met haar? Ja, ik met jou samen. Dat is best wel gezellig. Wie is je celebrity crush? Oeh. Nou, die heb ik... die heb ik nu niet echt meer, eerlijk gezegd. Maar vroeger was dat altijd... Zac Efron. Oh, ja. Oh, meneer. Hij is nu vet van ons heen. Ja. Nee, want ik zag hem laatst in die ene film. Hoe heet die film? Heeft hij een beetje een baard? Dat awkward moment. That awkward moment, ja. Dat vond ik het niet meer... Hij heeft een beetje een dikke gezicht. Ja. Rehab. Ik weet nog wel, ik heb toen die ene film, 17 Again. Die heb ik drie keer gekeken. Dat uit je auto. Met zijn brilletje en zo. Terugspoelen, weer verder kijken. Oh ja. Wow. Als ik je een olifant zou geven, waar zou je deze dan verstoppen? Wat? Wie bedenkt het? Nee, ik zou denk ik in mijn tuin verstoppen of in de dierentuin. Maar ik wil hem wel kunnen zien. Het is mijn olifant. Wat doe je als je liefdesverdriet hebt? Ik ben echt emo sowieso. Dus ik denk dat ik dan echt zielige liedjes want dan lijkt het echt, weet je wel, als je dan liefdesverdriet hebt, alsof die liedjes zeg maar voor jou als reden zijn op dat moment. En je denkt van shit man, dit is allemaal, ik ben dus niet de enige die het allemaal heeft meegemaakt, maar ik wel zo voelt het dan. Stalk je stiekem wel als persoon op Facebook? Dat is eigenlijk een geheim, maar nee, eigenlijk niet. Wel dus. Ja, wel dus. Nee, ik stalkte wel eerst mijn vriend, zeg maar, in het begin. Dat ik al, nou, toen ik nog niet mijn vriend was, ging ik ook eens even kijken en zo. Maar nu, niet echt. Nee? Via Instagram stalk ik wel meer mensen. Dat is heel vaak van, oh dat is leuk met die en die. En dan ga je ook even naar bij die mensen. Oh ja. Maar niet echt specifieke mensen of zo.